ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet in vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek hem eens in. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. I know you're gonna dig this. En deze podcast lijkt misschien gratis, maar is niet goedkoop. Het graafwerk van Follow the Money wordt mogelijk gemaakt door betalende leden. Wil je ook lid worden? Dat kan op ftm.nl. Wanda de Kanter is longarts en fervent strijdster tegen roken. En dat doet ze onder andere met de website tabak.nee. Ze heeft nu een boek geschreven dat net uit is en waarvan Follow the Money één hoofdstuk publiceert. De vraag was of ik haar daarover wilde spreken. Nou, natuurlijk wilde ik dat, want bevlogen mensen spreek ik graag in mijn podcast. En dat de Kanter enorm enthousiast en bevlogen is, bleek al direct toen ik een geluidstest met haar deed. Ik stelde even één vraag en er volgde een enorme monoloog waarin eigenlijk haar hele boek al zat. En die monoloog is te mooi om niet te gebruiken, dus die hoor je eerst. En daarna volgt mijn gesprek met Wanda. Vertel, ik heb nog maar net het intro van je boek gelezen. Ja. Ik ga hem natuurlijk verder lezen voordat ik je spreek. Maar hoe kwam je er zo bij om dit boek te gaan schrijven? Nou ja, eerlijk gezegd, Missy van der Pluim, die ik niet kende, die belde op. En die zei, wil je een boekje schrijven voor onze uitgeverij over wat corona met jouw belevenis doet? En ze zei, want ik wil in deze tijd wil ik gewoon een aantal mensen vragen om een boekje uit te geven. En daar had ze meerdere mensen voor gevraagd. En dat moest dan binnen, volgens mij, 8 weken af zijn. En 20.000 woorden. Dus dat was de vraag. En ja, wat doet het met je? Ik bedoel, ik denk dat iedereen doet het wel wat. Hè? Ik bedoel, iedereen heeft daar een mening en een visie over. En ik ben natuurlijk zelf longarts, dus ik volg het natuurlijk heel erg op de voet. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel dingen waar je tegenaan loopt in die coronacrisis. Wat heel veel te maken heeft met feiten en onzin en meningen van allerlei mensen. Over alles is discussie. Maar wat je dus vooral ziet, is dat iedereen zo heel erg in het nu leeft. In die grote paniek, in die wilde paniek van die IC. Het ging alleen maar over IC, over beademingsplekken, over intensivisten, over mensen die doodgingen. Waardoor je zag dat er ontzettend veel angst ontstond. En ik werk in een kankerziekenhuis. En dat was het allergrootste probleem, dat niemand durfde meer iemand te zien. Iedereen had zichzelf een lockdown aangedaan door die beelden op televisie. En als je dan tegelijkertijd zag dat er zoveel mensen bang waren omdat ze bij een risicogroep hoorden. Dan kijk je, er zijn er 8 miljoen mensen in Nederland met een chronische aandoening die vrijwel altijd niet overdraagbare ziektes, dus die niet infectieuze gedragsgerelateerde ziektes hebben. Hart, long, falen, noem maar op. Dat zijn de risicopatiënten. Mensen met kanker, mensen met COPD, mensen met beroertes, met hartinfarcten. En dat je ziet wat er allemaal kon gebeuren in die acute epidemie. En ondertussen gaan er elk jaar 20.000 tot 30.000 mensen dood aan roken. 10.000 mensen aan overgewicht. Nou, noem maar op. En dat je dus juist ziet dat die groepen mensen de risicopatiënten waren. En tegelijkertijd dat aan die chronische epidemie eigenlijk niemand wat doet. En dat je ziet dat het aantal rokers niet daalt. Dat je ziet dat er allemaal samenwerkingsverbanden zijn over dat overgewicht. Nou, hoe meer partners om mee samen te werken. Dat jeugd op gezond gewicht en VWS die werken intensief samen met Unilever, met de McDonald's, noem maar op. Aan de alcoholtafel zit Heineken aan tafel en de slijterij en de horeca in Nederland. Waardoor je natuurlijk steeds meer het idee krijgt, ja, die preventietafels hebben niks opgeleverd. 2 jaar vergaderd met heel veel hotumtotums. Ondertussen zitten we in een acute epidemie, lossen we van alles op. En we zien gewoon niet wat er ondertussen met onze toekomst, de kinderen gebeurt, die helemaal gek gemarket worden door de bedrijfsleven. Dus toen was mijn idee van, nou, hoe krijg ik nou mensen, want het is natuurlijk niet een nieuw verhaal. Het is zoals het is. Alleen maar acute zorg is interessant. Alleen maar grote technische hoogstandjes zijn interessant. Dus ik moet kijken of ik mensen mee kan krijgen in hoe het nou is om gewoon dood te gaan. Of hoe het nou is om zo'n coronapatiënt te zijn. Dus ik heb dat vanuit de patiënt een aantal casuïstiek beschreven. Hoe dan kom jij op je 70ste bijvoorbeeld in het ziekenhuis en dan heb jij een dubbelzijnige longontsteking van die COVID. En dan ben je opgenomen, je hebt zuurstof nodig. En dan komen ze daarna bij je van, nou, het is toch niet, je hebt een N75 of 70 en je hebt COPD ernstig en je hebt een beetje hartfalen. Wij gaan jou niet beademen, want de kans dat je eraf komt is zo klein. En dan gaat iemand dood.
Nou, dus dat wilde ik laten zien, dat iemand zegt van, hoe is het nou om zo'n chronische ziekte te hebben en dan dood te gaan? Omdat je dus geen kans meer krijgt, omdat je al die ziektes hebt, waardoor dat is gebeurd. Nou, een aantal gesprekken met patiënten, met die kanker hebben, dat je belt van, nou, u weet dat u longkanker heeft, maar de volgende behandeling stellen we 1 keer uit. Maar eigenlijk, de CT-scan laat toename ziekte zien. Dus we besluiten eigenlijk, we moeten alle kankerpatiënten zeggen of ze wel of niet beademd worden. Dus telefonisch zeg ik nu al tegen u, u gaat niet naar de beademing mocht u longontsteking krijgen van de COVID. Want uw overlevingskansen zijn te gering. Dus ik wilde proberen door letterlijk de voorbeelden te laten zien hoe het dan in zijn werk gaat. Om vervolgens te laten zien wat er in de coronatijd allemaal gebeurt door de tabaksindustrie. Die ongelooflijk beademingsmachines ging geven, die mondkapjes ging betalen, die wetenschappers betaalden om te zeggen dat roken beschermend zou zijn. Dat is in The Guardian gekomen, de Financial Times, noem maar op. En dan als derde is gezegd van, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Eigenlijk is alles wat gebeurt in de baarmoeder, eigenlijk al voor de conceptie, de eerste 1000 dagen, zijn ontzettend belangrijk, want daar wordt eigenlijk bepaald wat je als kind later eet, drinkt en hoe je ontwikkelt. Het maakt alles uit waar je wieg heeft gestaan en wie je ouders waren. De genen, maar niet alleen de genen, maar alles daaromheen. Nou, dus waarom doen we daar niks aan? Waarom stoppen we die kindermarketing niet? Hè? Waarom zitten al die industrieën continu aan tafel en waarom doet niemand daar wat aan? En waarom is niet gewoon een lichaamsgewicht als uitgangspunt, moet je daarop varen in plaats van op nog meer partners bij VWS? Ondertussen is het heel simpel. Je kan toch gewoon het gewicht meten elk jaar. Dan weet je toch of het werkt of niet. En we weten wat werkt. Nou, en dan blijf ik aan het eind zeggen, dan moet ik wel een beetje oplossingsgericht zijn. Dus tuurlijk kan je zelf altijd wat doen. Ik bedoel, ik zal nooit zeggen dat alles bij een ander ligt. Maar iemand moet ervoor komen te zorgen dat kabinet gewoon scherp houdt. Dat je zegt, van, nou, we gaan in de toekomst. Dat was die Feike Sijbesma, die had gezegd, eigenlijk moeten er de nieuwe bedrijven die weer terugkomen en die we gaan steunen, moeten bedrijven zijn die eigenlijk in ieder geval iets toevoegen aan de maatschappij. Nou, er zijn nogal wat bedrijven die heel weinig aan de maatschappij toevoegen. Zeker als je de keten bekijkt, hè, van begin tot het eind, tot vervuiling, nou, noem maar op. Dus je zou eigenlijk een rijksgeneeskundige of in het kabinet moeten hebben die dat proces bewaakt, dat alle besluiten die worden genomen, ook over preventietafels, dat daar een arts aan tafel zit die veel verstand heeft van epidemiologie, van statistiek en van de eerste 1000 dagen. Omdat je weet dat als je daar heel erg in investeert, dat de hele maatschappij heel veel gaat opleveren. Tegelijkertijd wil ik dan een lans breken voor al die mensen, die 8 miljoen mensen met die chronische ziektes, dat daar veel meer zorg voor moet komen. Daar is natuurlijk geen geld voor. En dat je een sociaal leger, nou, dat heb ik ook al vaker gezegd, dat je zorgt dat iedereen ergens in zijn leven iets gaat doen wat bij hem past. Iemand een taal leren lezen, voorlezen, boodschappen voor doen. Om iets aan die grote massa te doen die zo alleen staat en gewoon sommige dingen niet kan. En dan ook als belangrijk feit van, hoe komt het nou dat we eigenlijk helemaal niks aan primaire preventie doen in Nederland? Dat alles aan de vrije markt wordt overgelaten. En dat is omdat ons systeem, het gezondheidszorgsysteem, helemaal gericht is op betalen van verrichtingen. Het diagnose-behandel-combinatiesysteem. Dus hoe meer je verricht, hoe meer je verdient. En dat geldt voor de verzekeraars, voor de ziekenhuizen, de dokters. Nou, noem het. Gigantisch. Er werken, weet ik, voor 900.000 mensen in de zorg. En alles vaart er wel bij. En de farma wel het meest. Dus er moet iets komen waardoor je die ontkoppeling gaat krijgen. Dat je niet meer beloond wordt voor nog meer immuuntherapieën, nog meer dit en nog meer dat. Maar dat je ook beloningen kan krijgen voor mensen gezond te houden. Dat ze niet ziek worden. En dat je daar gewoon een systeem voor gaat opzetten. Dus die grote industrieën, de ziekmakers, weg aan de preventietafel. De malaria-mug nodig je ook niet uit op een malaria-conferentie om de wereld uit te helpen. Dat is gewoon heel onlogisch allemaal. Nou ja, dus dat is een beetje mijn betoog geworden. Maar sowieso, het is niet dat ik zelf uitgevers ben gaan bellen. Het nieuwe is, wat mij betreft, is de context van de acute epidemie waar alles mogelijk is, waar de hele economie op slot kan, waar je mensen verpleeghuizen kan laten wegkwijnen. Alles kan. Iedereen gehoorzaamt dat, maar ondertussen die 8 miljoen mensen met een ziekte, dat bepaalt de vrije markt. Nou, dat is eigenlijk dan, dat is dan mijn... En ik was natuurlijk super blij dat iemand, dat de uitgever belde, dat ik, want dan moet je daar even heel erg over nadenken. Ja, zo is het gegaan. Ik ben natuurlijk geen schrijver, ik ben longarts. Ja, maar ja. Nou, je bent ook spreker, want je hebt nu gewoon in 10 minuten heb je eigenlijk je hele verhaal neergezet. Nou, ben klaar dan.
Mijn programma heet Frederik vraagt door, maar ik hoef geen vraag te stellen. Dus dat is ook wel eens leuk. Het was even de test, hè? En zei ik, nou, de test. Ja, kan je nagaan. Ja. Kan je nagaan. Oh, het was, ja, heel goed. Ja, goed. Maar dus, dat, dus nou ja, heb je vragen? Nee, nou... ja, precies. Nu nog niet. Nee. Ik ga je boek lezen. Zo, Wanda. Ik heb je boek uit. Ja, Frederik. Interessant. Ja? Ja, en ik moet zeggen dat... Ik zei dat gisteren ook al, maar jouw hele betoog... daar zat eigenlijk alles al in. Mm-hmm. Dus ik ben zo vrij geweest om de opname... te gebruiken, want die monoloog die was te mooi om niet te gebruiken. Want daar zit jouw hele bevlogenheid en kennis en alles in. En, maar nu heb ik inderdaad, nu heb ik wel een paar vragen. De titel van je boek hebben we nog niet eens genoemd, is Parasiet der Kwetsbaren. En daar begon jij eigenlijk gisteren ook je betoog mee met die kwetsbaren. Namelijk 8 miljoen mensen die in Nederland een chronische aandoening hebben. Ik moet zeggen dat ik was wel verrast door dat aantal, want... Ja. Dat is wel heel erg veel, maar dat klopt dus wel. Ja, ik dus niets wat ik voorzien. Nee, dat neem ik aan. ja, maar dat is schrikbarend veel. Maar dat is natuurlijk wat ik zei ook over die kwetsbaren. Dat iedereen heel erg gefocust is op de mensen in verpleeghuizen. En ja, wat wij als artsen natuurlijk zien in de ziekenhuizen... zijn de mensen die kwetsbaar zijn zonder dat ze in een verpleeghuis wonen. Wat voor aandoeningen hebben die mensen? Nou, we hebben het over hart- en vaatziekten. Heel veel mensen die hartfalen hebben of een hartinfarct hebben gehad of ritmestoornis hebben gehad. Mensen die een beroerte hebben gehad die niet dood zijn gegaan, niet in een verpleeghuis, maar wel kwetsbaar zijn. Mensen die astma hebben of mensen met chronische bronchitis, emfyseem. Er zijn er 600.000 van. De mensen met overgewicht en diabetes zijn er 1 miljoen van. De mensen met chronische reuma. Er zijn ontelbaar mensen die kanker hebben of kanker hebben gehad, zijn ook heel kwetsbaar, in ieder geval heel bang. Dus die groep is 30% van alle ziekten. Ja, het gaat natuurlijk heel erg om de ziekten die je aan de ene kant... Sommige ziekten kan je helemaal niet voorkomen. Maar heel erg veel ziekten kan je... Meer dan 50% in de Nederlandse samenleving is een gevolg van gedrag. En dat gedrag is begonnen in feite thuis in de baarmoeder. Waar je allerlei... wel of niet rokende moeder, wel of niet obese moeder, wel of niet bepaalde voedingsstoffen binnenkrijgen. Er wordt heel erg veel aangelegd al in de zwangerschap. En daarna is je voedingspatroon, of je wel of niet gaat roken, is ook weer heel erg omgevingsafhankelijk. Niemand wil dik worden. Niemand wil obesitas krijgen. Niemand wil diabetes krijgen. Maar als je vanaf je prilste opvoeding gewoon helemaal bent volgestuft met allerlei dikmakers, onder heel grote invloed van je omgeving en de marketing, en je op je 40ste heel erg te dik bent en diabetes hebt, krijg jij de schuld daarvan van de samenleving. Maar jij wilde dat helemaal niet. Net zo min als het meisje die op haar 12e ging roken, die op haar 40ste longkanker krijgt. Maar ja, die wilde wel roken op dat moment en beginnen. Maar ze wilde niet verslaafd raken en ze wilde helemaal niet ziek worden of eraan doodgaan. En wat ik wil laten zien is dat die groep van mensen, die 8 miljoen mensen in Nederland met een chronische ziekte, waar dus meer dan de helft door gedrag komt, aangeleerd thuis, dan wel in de baarmoeder, dan wel daarna, dan wel onder grote druk van de marketing, dat die groep zo groot is en dat die stil wordt gehouden, omdat mensen zeggen, ja, dat is je eigen schuld. Daar gaan we niet voor opkomen. En mensen die lijden onder dat stigma. En wat je dus krijgt, is dat de kwetsbaren in de samenleving worden benoemd als de mensen in de verpleeghuizen. Nou, en de mensen die 8 miljoen mensen met een chronische ziekte, daar hoor je niemand over. Kennelijk was, of ik vind het interessant dat als jij gevraagd wordt om een boek te schrijven over corona, je eigenlijk heel snel terechtkomt bij deze mensen. Dus mijn indruk is dat jij zegt, ja, we maken ons nu druk en terecht om mensen die corona hebben en hoe ze er weer vanaf kunnen komen. Maar we hebben dus te maken met een veel grotere groep mensen waar te weinig aandacht voor is. Ja, en waarom dat zo belangrijk is, is omdat je daar in de vroegste vroegte van het leven iets aan zou kunnen doen. En daar is iets aan te doen, maar er gebeurt nu helemaal vrijwel niets. En dan had ik het over de preventietafels. Hè. Er is jarenlang zitten er allerlei hotemtotes aan tafels te praten over preventie van obesitas, alcoholisme en rookverslaving. Maar daar gebeurt in feite
eigenlijk niks. Want het aantal jongvolwassenen wat rookt is weer toegenomen de laatste jaren. Het aantal kinderen wordt niet minder dik. En het aantal kinderen met alcoholproblemen en opname is misschien 3 maanden later, maar gebeurt ook nog net zo hard. En wat je dus ziet is dat het gewoon niet ophoudt en dat die preventietafels niks bereikt hebben. We komen zo inderdaad op die preventietafels, maar ja, nog even. Jij zegt dus, wij geven vaak mensen de schuld. Mensen die te dik zijn of ja, mensen krijgen longkanker. Ja, maar ze hebben wel gerookt. En ja, dan schrijf jij in je boek het eigen schuld dikke bult principe. De blame game zit verankerd in ons collectieve bewustzijn. En toen vroeg ik me wel af, wanneer is dat erin gekomen dan volgens jou? Dat is... Nou ja, dat zal er zeker zolang dit speelt, 20, 30 jaar. En dat is er ingekomen onder hele grote druk van natuurlijk marketing. Kijk, de hele marketing van al deze producten gaat over vrijheid, blijheid. Bijna in elke reclame zit iets van iets heel moois, iets heel gezelligs, iets danserigs, iets vrolijks. De tabaksreclame van vroeger, dat ging natuurlijk altijd over de wonderbare wereld. Het gaat altijd over de vrijheid van al die lekkere merken en doen. Dus als jij in vrijheid al die lekkere merken bent gaan nuttigen en je wordt dan te dik of je krijgt dan COPD, dan is de reflex van iedereen, je hebt het zelf gedaan. Want je hebt het zelf, ik heb toch niet al die worstenbroodjes in je mond geduwd, je hebt het zelf gedaan. En er zijn natuurlijk ook veel mensen in de media geweest tijdens de coronacrisis die letterlijk zeiden het dorre hout, dat waren dan mensen in pleeghuizen, nou, dat is een verschrikkelijk woord. En die dikkende, rokende mensen, daar gaan wij, hè, dus die kwetsbare mensen, die realiseerden zich dan wel dat ze kwetsbaar waren. Daar gaan wij toch niet die 1,5 meter samenleving met een desastreus effect op de economie voor opofferen. Nou, dat is natuurlijk, die mensen die kwetsbaar zijn, die heb je dus ook, die mensen ook niet gehoord. Want dat is die blame game. En dat zit heel erg aan de rechterkant van het politieke spectrum. Het zit heel erg bij de VVD, die heel erg het idee hebben van vrijheid, vrije keuze. Maar wat je ziet, is dat die vrije markt, dat is geen vrije keuze. En vrijheid en verslaving staan regelrecht tegen elkaar. En als je dan weet wat er in die eerste 1000 dagen gebeurt allemaal, bij het ongeboren kind nog en alles die invloeden daarna, dan denk ik, dit is ontzettend oneerlijk om die mensen de schuld te geven. En daarbij zijn het ook nog vaak meer de onderkant van de samenleving. Er wordt 3 tot 4 keer zoveel gerookt bij de mensen met een lage economische status. Er wordt op VMBO-scholen veel meer gerookt dan op VWO-scholen. Het is dus niet alleen zomaar een groep mensen, maar het is ook nog een groep mensen die veel meer werkloosheid is, veel meer armoede is, veel meer andere ellende is. En wat doet dat met jouw impulscontrole? Wat doet dat met je lange termijn denken? Wat doet dat met je IQ? Armoede maakt dommer. Werkloosheid geeft veel meer stress. Dat geeft je dat je minder goed vooruit kan denken. Kijk, al die mensen die opgehokt waren in die coronatijd, zijn allemaal dikker geworden, meer gaan roken, minder gaan bewegen. Weet je, dan je baan raak je kwijt. De ZZP'ers raken hun baan kwijt. Denk je dat je de energie dan ergens vandaan kunt halen om nou te zeggen, ik ga me eens even lekker met mijn haar uit het moeras trekken? En als je dan ziet wat er gebeurt in zo'n, bijvoorbeeld een zwangerschap, dat je weet dat als je rookt in een zwangerschap, dan weet je gewoon dat kindje minder bloedtoevoer krijgt. Hè, voeding, zuurstof. En dan vergelijkt Tessa Rozenboom, zij is hoogleraar vroege kindontwikkeling, die vergelijkt dat met een bonsaiboompje. Als jij een bonsaiboompje hebt, die je gewoon normaal laat groeien, dan wordt het een hele grote boom, een hele normale boom. Maar wat doen ze met die bonsaiboompjes? Dan knellen ze de worteltjes af. Dus die wortels in de aarde kunnen minder water opnemen. En ze geven ze heel weinig water, dus weinig voeding. Daardoor krijg je die hele kleine boompjes. Dus in potentie hebben die kinderen alles goed in huis, bij wijze van spreken, de goede genen. Maar door het uithongeren in die baarmoeder, krijg jij dus kinderen die te vroeg geboren worden. Met langetermijn schade. En als je dan zegt, ja, als jij met deze achterstand al op de wereld komt, dat je zegt, je hebt allemaal gelijke kansen, dat is natuurlijk niet waar. En die kinderen hebben al nicotine in het brein gehad. Dus zij gaan, hun moeder rookt. Zij gaan ook weer roken. En zo herhaalt zich als een soort Griekse tragedie. Generatie op generatie. En dan krijgen ze uiteindelijk daar de schuld van. En nu hebben we eigenlijk het eerste deel van de titel gehad. Hè? De kwetsbare. En de parasiet, is dat het bedrijfsleven? Ja, ik denk, nou, parasiet kan je natuurlijk, het is met name het bedrijfsleven. Ja, iedereen die daar rijk van wordt.
En dat vond ik zo mooi van die film De Parasiet. Dat je, je ziet aan mensen die aan de onderkant van de samenleving indringen in een huis van hele rijke mensen. Waarbij je eerst het idee hebt van, zij zijn de parasieten. Zij gaan profiteren van die rijke mensen. Maar dat je, als je langer doorkijkt, zie je dat die rijke mensen niets meer zelf doen. Ja, geen lesgeven, geen haarknippen, geen supervisie geven in wat dan ook. Dus je ziet dat die arme mensen worden gewoon gebruikt als een soort slaven. Zodat zij in ieder geval niks hoeven doen aan die kinderen en opvoeding aan het koken. Heel even voor de mensen die die film nog niet hebben gezien. Die kwam dit jaar, of nee, vorig jaar uit, hè? Ja. Of was het nog dit jaar? Ja, dit jaar nog, ja. Een Koreaanse film, als ik het goed heb. Ja. Ja, een Koreaanse film. En kreeg uiteindelijk ook een Oscar, hè? Ja, klopt. Ja. Oké, maar die omkering, die trof jou? Ja. Want het lijkt inderdaad alsof, nou het lijkt niet zo, die arme mensen trekken in het huis van de rijke mensen. Dus zij lijken eerst de parasieten, maar uiteindelijk draait het om. Ja, ja. Dat zij dus alles nodig hebben. En dus kijk, in eerste instantie is het natuurlijk het grote bedrijfsleven dat je denkt, als je nu ziet hoe bepaalde alcoholmerken samen met bepaalde eetmerken, ik noem maar geen namen, samen nu reclame aan het maken zijn. Overal, all over de social media zijn chipjes en drankjes met elkaar gekoppeld nu. Ze werken heel erg nauw samen. En waarom wil je die namen niet noemen? Dat kan wel, hoor. Ja, nou ja, goed, weet je, het is allemaal, als ik zeg de gele boog en de groene bierblikjes, dat is wel genoeg. Maar ik weet het niet of het uitmaakt. Maar als je ziet dat achter de schermen, dat zij weer maximaal aan het inzetten zijn op de social media. En denk, zij worden verschrikkelijk rijk, hun aandeelhouders. En dat is bij de tabaksindustrie helemaal verschrikkelijk. Want daar kan je, ja, je moet nog steeds eten. Iedereen moet eten. Maar die tabaksindustrie, niemand hoeft te roken. En dat is dat het allemaal gaat voor de aandeelhouders. Alleen maar om geld te verdienen voor aandeelhouders. Dat zijn natuurlijk mega parasieten. Die profiteren, die zuigen die kinderen leeg en ze laten ze voor ziek achter. Maar als je tegelijkertijd verder denkt, en daarom vond ik die film zo'n soort vergelijking, dan denk je, ja, maar weet je, ik ben al 30 jaar longarts. Ik behandel al 30 jaar lang mensen met COPD, met longkanker, met klaplongen. Allemaal, nou, 80-90% gevolg van roken. Ik leef daar ook van. Ik verdien al 30 jaar mijn geld ermee, maar ik niet alleen. De Big Pharma. Weet je hoeveel geld een jaar immuuntherapie kost? Met name de rokerslongkanker is heel gevoelig voor immuuntherapie. Dat kost wel 100.000. De Big Pharma leeft, dat zijn ook parasieten. Maar ik eigenlijk ook. Maar voel jij je ook een parasiet? Nou ja, op het moment dat ik zelf nog rookte, toen had ik daar helemaal geen bewustzijn over. Ik was gewoon een longarts, punt. Pas op het moment dat ik zelf ging stoppen en langzamerhand erachter kwam hoe die mechanismes van de lobby werken, hoe die grote industrieën werken, hoe zij met name altijd de kinderen, de jongste kinderen proberen te targeten, toen dacht ik, oké, als ik niet iets doe hieraan en ik ga alleen maar doorleven met geld verdienen als longarts en ik doe er niets aan, dan ben ik in feite, dan draag ik bij aan die hele molen. En dat doen dus alle ziekenhuizen, dat doen alle verzekeraars, dat doet alle mensen van de grote fondsen die werken voor ziekten die je helemaal kan voorkomen, grotendeels. Dan denk je, ja, al die mensen die hebben dus profijt, de reclamebusiness, iedereen, die eigenlijk zijn het allemaal parasieten. En daardoor pleit ik ook, kijk, pleit voor allerlei dingen, maar dat je zorgt dat die parasieten moeten zich ervan bewust worden, dat het niet de logische parasieten alleen is, de tabaksindustrie, maar net zo keihard de dealers, Albert Heijn, die aangeeft, wij zorgen voor de kleintjes en ondertussen gewoon honderden miljoenen winst maken op de sigarettenverkoop. En er wordt meer dan 50% van de kinderen koopt een sigaretten bij de Albert Heijn. Dan denk je, ja, daar gebeurt het dus. Het is een normaal product tussen de suiker en de soep en zij verkopen het gewoon omdat het kan, omdat het legaal is. Maar alles wat legaal is, wil niet zeggen dat het rechtvaardig is. Dus ik vind de dealers zeker, Albert Heijn en de Jumbo, zijn ook absoluut medeverantwoordelijk. En ook parasieten. Want ze weten dat alleen kinderen beginnen met roken. Volwassenen beginnen niet meer. Het zijn altijd die kinderen. Kinderen als ze heel jong gaan drinken. Als ze heel jong leren wat de smaak is van al die vette, zoete, dat soort dingen. Ja, die weet je. Heb je een levenslange klant. Als je tot je 25ste gezond leeft, dan is de kans dat je al die dingen gaat eten extreem veel kleiner. Eerste jaren, daar wordt die aanleg gemaakt en zij doen er alles aan. Als ik dan moeders hoor, die zeggen hoe moeilijk het is met hun kinderen om alsmaar weerstand te bieden aan al die reclame en al die fastfood en al die
overal. En alle moeders maken zich, ja, vaders waarschijnlijk ook, maar moeders spreken, hoor ik er vaker over. Dus het is bijna niet tegen op te treden. En als jij dan heel slim en hoog opgeleid en veel geld hebt en je kan het allemaal afschermen, je hebt veel tijd om mensen te gezond eten te maken, maar de grote samenleving, een groot deel kan dat gewoon niet. Dus parasieten, ja, ik ben ook een soort van parasiet, maar en zo ook vind ik, hè, bariatische chirurgen, dat zijn chirurgen die alleen maar dikke mensen opereren, die de hele maag dan weghalen, zeg maar simpel gezegd. Die reclame maken daarvoor natuurlijk. Het is ook heel goed, denk ik, dat het gebeurt, want je voelt je echt veel beter als je 40 kilo lichter bent. En tegelijkertijd vind ik ook dat die bariatische chirurgen ook iets zouden moeten doen aan het voorkomen van die dikke mensen. Hoe ging dat proces dan bij jou toen jij eerst inzag, hé, ik ben zelf eigenlijk ook een parasiet, ik moet iets gaan doen. Kwam je eerst in een soort identiteitscrisis? Ja, dat ging niet van de ene dag op de andere dag. Het is heel erg langzaam gegroeid. Dus als ik alle stukjes die ik eerder schreef en nu schrijf, maar die was veel meer gericht alleen maar de tabaksindustrie, alleen maar VWS, alleen maar Albert Heijn, de dealers, verantwoordelijk te stellen. Dat op een gegeven moment dat je dan later denkt, ja, wacht even, maar ik ben daar ook een deel van als ik niks doe. En dat is volgens mij eindig daar ook mee, dat iedereen die dus niks doet, die werkt hier aan mee. En dan tegelijkertijd is het ook wel weer logisch als je ziet dat ons hele financieringsmodel van de Nederlandse zorg, nou ja, zorg wereldwijd, maar in Nederland is dat, ken ik natuurlijk het beste, die is gebaseerd op ziekte. We hebben het over gezondheidszorg, maar het is ziektezorg. We hebben het over het ministerie van Volksgezondheid, maar het is het ministerie van ziekte. We hebben minister van Volksgezondheid, het is minister van ziekte. Er wordt niets gedaan aan volksgezondheid. Om mensen gezond te houden op public health niveau gebeurt er helemaal niks. Ik schrijf wel ergens, je kan, als je patiënt bent, wees het dan maar in Nederland. Want we hebben denk ik het beste, eerlijkste, sociaalste zorgsysteem van de wereld. Echt. Dus daar wil ik ook niet over klagen. En tegelijkertijd maken we van al die welvaartsziekten zijn eigenlijk gewoon armoedeziekten. En wij zetten er geen enkele financiële prikkel tegenover om voor primaire preventie, het voorkomen dat mensen ziek worden. We gaan nu geld investeren in lifestyle coaches. Mensen die heel dik zijn gaan we leren bewegen en afvallen. Maar er gebeurt niks aan het voorkomen dat ze dik worden. Daar moet je zijn. En er moet een soort diagnose-behandelcombinatie. We krijgen alleen maar geld als we een ziekte behandelen. Daar zou ook een soort financiële prikkel moeten komen voor zo'n chirurg bijvoorbeeld, dat hij ook wat doet aan primaire preventie, dat hij ook, waar hij van leeft, dat hij ook dat gaat voorkomen. Anders onderhoud je het systeem. Ja, en jij vecht dus tegen het gehele systeem en al een hele tijd. Hoeveel mensen heb je inmiddels meegekregen? Ja, dat is wel moeilijk te tellen. Kijk, in onze strafzaak tegen de tabaksindustrie, we hebben natuurlijk het verschil tussen alleen de tabaksindustrie en de grote corporates, die veel meer, dat is veel groter. Maar we hadden in die strijd tegen de die strafzaak tegen de tabaksindustrie, waren meer dan 1 miljoen mensen die zich hadden, die deden mee. Alle ziekenhuizen, oncologische ziekenhuizen, mijn eigen ziekenhuizen, longartsenverenigingen, de stad Amsterdam, de kinderartsenvereniging, nou noem het, 1 miljoen mensen zijn meegegaan in die aangifte tegen de tabaksindustrie. En de hoofdaanklacht was? Was dood en ziekte door schuld. Het was de eerste strafzaak ooit in de wereld tegen de tabaksindustrie. Het waren alleen maar civiele zaken altijd geweest. En natuurlijk wisten we van te horen dat we niet grote kans zouden maken. En wat het Hof uiteindelijk heeft gezegd. Ja, jullie hebben een punt. Ze maken een product dat willens en wetens kinderen wil verslaven. Het is extreem verslavend. Ja, het grootste deel van de mensen, 2 op de 3, gaat er aan dood. Met als enig doel, het is goed voor de aandeelhouders. Maar het is een legaal product. Dus u bent aan het verkeerde loket. U moet naar de overheid. Als je wil dat het niet meer verkocht wordt, dan moest de overheid het gaan verbieden. Maar we hebben toen wel gemerkt dat, ja, zoveel ziekenhuizen en besturen verenigingen hebben meegedaan in die strafzaak. Daar is op zich een heel groot draagvlak voor. We zijn heel intensief ook naar de Tweede Kamer geweest, spreken daar veel mensen. Er is laatste stemming geweest, vlak voor de lockdown, dat de meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de sigaretten weggaan bij Albert Heijn. Het heeft daar niks te zoeken. Dus eigenlijk loopt de beslissing van het kabinet lopen achter, terwijl de Tweede Kamer een meerderheid is die dat zou willen. En dat gaat natuurlijk ook gebeuren, maar dat gaat weer een paar jaar overheen eerst. Ja, maar dit geef jij dus wel aan als voorbeeld van dat er wel stappen genomen worden. Er worden stappen genomen, maar op dit moment is het vooral, lijkt het alsof je maar heel veel netwerken moet hebben met heel veel mensen die lid worden van netwerken. En hoe grotere netwerken, hoe meer leden, hoe groter het netwerk. Hoe meer geld ik ophaal als goede doelenorganisatie, hoe beter het is. Maar
dat je niet het smart doel, hè, zoals altijd toch dat je denkt moet specifiek meetbaar, wat gaan we doen? Meet dan het gewicht in een bepaalde wijk en meet het over een jaar. Wat hebben we nu concreet bereikt? We hebben misschien wel 30.000 partners, maar wat hebben we bereikt? We zien met dat aantal rokers, ja, dat is toegenomen bij jongvolwassenen. We hebben dus niks bereikt. Oké, we doen dus iets niet goed, dus we moeten effectieve maatregelen gaan nemen. Wat werkt? Wat weten we dat werkt? Laten we dat dan doen in plaats van kinderboerderijen rookvrij maken. Weet je, je kan allemaal leuke dingen doen die heel makkelijk zijn. Daar zal niemand op tegen zijn, baby's uit de rook houden. Maar doe de dingen die echt pijn doen aan het bedrijfsleven. Ik hoor inmiddels een parkiet bij jou op de achtergrond, kan dat? Dat kan. Echt? Ja, okay. We hebben die groene halsbandparkieten die komen af en toe hier langs. Die zijn, maken heel erg veel lawaai. Hey, en over oplossingen, want jij noemde dus al eerder die preventietafels. En dan heb je zo'n mooi beeld, ook in je boek, van jongens, als je over malaria gaat praten, over het oplossen daarvan, dan nodig je ook de malaria-mug niet aan tafel uit. Ja. Maar dit gebeurt dus wel bij die preventietafels. Bijvoorbeeld aan de alcoholtafel zit Heineken. Mm-hmm. En aan de obesitastafel zit dan bijvoorbeeld Unilever. Wie heeft dat ooit bedacht? Hoe kan dit? Ja, dat is waar. Kijk, we hebben een rechtszaak gevoerd tegen de overheid jaren geleden met onze advocaat Fons van de Biezen. Er is alleen maar één juridisch binnen het akkoord, dat is van de WHO. Dat heet het FCTC 5.3, waarin is afgesproken dat in 190 landen overheden geen contact mogen hebben met de tabaksindustrie over beleid. Nou, dat ligt heel duidelijk vast, maar wij hebben toen aangetoond dat er ongelooflijk veel contact was tussen de overheid. Het was echt vriendjes. Hè? Ze kenden elkaar gewoon goed. VWS in de tijd van Schippers nog. Toen hebben we dat gewopt. We hebben al heel veel zwartgelakte papieren gekregen. We hebben daar gewoon Excel-spreadsheets van gemaakt en laten zien hoe immens groot dat contact was. Ik zeg dat, maar dat mag niet. In 2005 heeft Nederland geheel vrijwillig dat contract getekend met de WHO. En het mag niet. Toen is er een brief van Rijn gegaan naar alle overheden en Eerste en Tweede Kamer, dat er geen contact meer mag zijn tussen de tabaksindustrie en de overheid, de grote overheid. Maar die andere industrieën, bij de alcohol en bij de obesitas, is dat helemaal niet zo'n wet. Dus alleen voor tabak. Wij hadden het grote geluk dat aan de tabakstafel de tabaksindustrie niet was. Dus toen dachten we, nou, dan kunnen we grote stappen gaan maken, want die invloed is er niet. Totdat iemand van KPMG voorzitter van die tafel werd. Nou, KPMG heeft als een van de hele belangrijke opdrachtgevers Philip Morris in 80 landen. Dus die maken elk jaar een rapport voor Philip Morris waarin ze zeggen, je mag de prijs niet ophogen, want dan wordt er gesmokkeld. Dat is levensgevaarlijk. Krijgt de overheid minder accijns, dan krijg je illegale sigaretten. Hoe gevaarlijk zijn die wel niet? En toen hebben wij die rapporten opgevraagd en dat is gebaseerd op cijfers van Philip Morris. Dus dan zit er iemand aan de preventietafel die de belangrijkste maatregel, het verhogen van accijnzen, gebeurt op het laatste moment, wordt het toch uit het akkoord gehaald. Dus je weet dat die invloed van die industrie, ja, die lobby is zo sterk. Ja, aan het begin van je vorige betoog zei je op een gegeven moment, ja, ik ben blij dat ik dit boek kon schrijven. Ik ben natuurlijk geen schrijver, ik ben longarts. Toen zei ik al, je bent spreker, toen moest je lachen. Maar nu denk ik, je bent inmiddels ook onderzoeksjournalist eigenlijk. Hè? En niet voor niks publiceer je dus ook bij Follow the Money inmiddels. Ja. Nou ja, nee, dat niet. Nee, volgens mij heb ik ik heb nog niet bij Follow the Money zelf gepubliceerd. Nee. Er komt nu toch een hoofdstuk online. Ja, er komt een hoofdstuk online. Ja, dat is het eerste. Ja, ja dus kennelijk ben je nu ook onderzoeksjournalist geworden. Ja, nou ja, als jij dat zegt. Ja, ik denk dat ik heel erg, wat ik heel erg sterk doe, is dat ik heel erg uitzoom. Als ik dan kijk naar wat ik doe met de patiënt, zit ik natuurlijk heel erg ingezoomd met die patiënt samen in dat kamertje over zijn kanker, zijn behandeling, zijn immuuntherapie te praten en het slechte nieuws te vertellen en te vervolgen en scans te bespreken. Ik zie heel veel mensen natuurlijk, en ik ben al heel lang longarts, ik heb er heel veel gezien. Ik zie hoe zij lijden eronder dat ze, als ze niet gerookt hadden, dat ze dan niet bij mij hadden gezeten. Dan kijk ik naar wat gebeurt daar in Den Haag. Dan kijk ik, wat doet de tabaksindustrie? Dat is heel belangrijk dat je heel veel geschiedenis weet ervan. Van al hun, wat ze allemaal hebben uitgehaald de laatste 50 jaar. Dat is gewoon verschrikkelijk. Maar je zoomt ook uit, je leert de lobbyisten kennen. Je leert mensen kennen die als lobbyist werken. Dus ik kom op allerlei plekken, ik kom bij gezondheidscongressen, maar ook op antitabakscongressen, maar ook op journalistiekcongressen en op lobbynachten, waar dan ook. En ik kom in zoveel werelden samen en ik ben gewoon longarts, maar ondertussen zijn die patiënten voor mij, dat is mijn reden waarom ik daar ben.
En ik zie dus wat er allemaal gebeurt. En dat zien de meeste mensen niet, omdat de meeste mensen heel erg in hun eigen niche vakgebied zitten. En ik begrijp ook dat je dat in het begin best wel, dat het weerstand op kan roepen. Van ja, weet je, ga nou maar lekker longarts zijn. En waarom zou je dit nou doen? En ik ben steeds meer overtuigd dat we dit juist moeten doen. Dat iedereen zo super specialist wordt. Dat niemand meer al die, wat onderzoeksjournalisten natuurlijk wel doen, allerlei dingen aan elkaar koppelen. Dat het fijn zou zijn als veel meer mensen dat zouden gaan doen. Want dan kan iedereen eens zien wat er allemaal gebeurt. En hoe oneerlijk het is dat je onderkant van de samenleving op deze manier te pakken wordt genomen. Met als enige doel het rijk maken van de aandeelhouders. Want daar gaat het om. Het zijn allemaal multinationals. Die hebben geen geweten, geen gevoel. Dus zij gaan niks zeggen. De patiënten gaan niks zeggen, want die hebben dat stigma. De kinderen zeggen al helemaal niks. De kwetsbaren zeggen niks. De mensen in armoede zeggen niks. Die zeggen, laat mij met rust, laat mij roken, drinken. Weet je, van hun hoeft het niet. Als je eenmaal daarin zit, dan denk je, nou laat me hier lekker maar in zitten. Het is wel goed zo. Dus als niemand uitzoomt, als iedereen in zijn kamertje blijft zitten, als iedereen maar dat kleine stukje ziet van zijn eigen werk en verder het gewoon niet uitmaakt en dan lekker met pensioen gaat. Ja, ik denk dat het heel belangrijk zou zijn als meer mensen zouden uitzoomen en begrijpen hoe het allemaal werkt. Dankjewel, Wanda. Graag gedaan, Frederik. Tot zover deze aflevering van Frederik Vraagt Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.